Hi, ik ben Nick van Ooster en in deze video leg ik je kort uit hoe je de juiste lengte van een stokeindje bepaalt. Je begint door aan de onderkant bij de aansluiting van je riool te meten en je meet vanaf de muur tot aan de achterkant van de pijp. Hetzelfde doe je boven bij je tapeind. Meestal is dit hetzelfde, maar het kan zijn dat er verschillen zijn. In dit geval is het 3 centimeter, dus ik neem een stokeindje van 6 centimeter. Wil je nou precies weten hoe je deze klus doet? Kijk dan op ooster.com voor de stappenplannen en uitgebreide video.